Pups. Klaar voor een mega actie, Ryder, meneer? Heel fijn, Pups, want de volgende missie is niet van deze wereld. Iemand heeft de vuurtoren in een ruimteschip veranderd en hij stijgt nu op. En het ergste, kapitein Turbot zit er nog in. Vreselijk! Wij moeten de raket en kapitein Turbot weer aan de grond krijgen. Mega Sky! De vuurtoren stijgt snel op, dus jij moet hem met je wervelwindkracht op zijn kant draaien. En Mega Rubble! Jij moet met je superspierkracht de trekstraal van de Mega Jet sterker maken. We moeten dat vliegende gebouw weer aan de grond krijgen. Mega Pups is niets te doen! Oké, Ryder, de vuurtoren vliegt niet meer richting de ruimte. Goed gedaan, Mega Pups. Ik weet niet precies hoe lang ik dit kan houden. Zuma, Rocky, ik heb jullie en de zweefwagens nodig bij het water. Rocky, Zuma, het is tijd om op te laden. Ik kan helemaal tot de bodem kijken. Oh, daar is hij. Hij gaat die kant op. Zuma, stop die vuurtoren. We snellen zo op die zeeslak af. Ja! Zo goed als nieuw. Ik ben ook blij om jou weer te zien, François. Bedankt dat jullie mij en mijn huis hebben gered, Paw Patrol. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. De ballon van toerende Travis is lek geraakt en hij is ergens op Antarctica geland. Everest, jij moet in je sneeuwkat over het land op zoek naar Travis en zijn ballon. En Rock, jij kunt met je gereedschap de ballon weer repareren. Groen is gaaf. Van Travis. Mooi werk, Everest. We komen naar je toe. Dit is sowieso zijn ballon, maar waar is Travis? Kijk of je ergens een aanwijzing kan vinden. Ryder, ik zie pinguïnsporen en voetafdrukken. Travis is die kant op gegaan. De voetsporen leiden naar die grot. Travis is daar vast binnen. Travis! Oh, wow! Meenemen op mijn sneeuwkat. Maar ik kan niet dichterbij komen. De wagen is te zwaar. Woef, lijm. Zo, die is weer geplakt. Ryder, Travis zit vast in een grot. Maar ik kan niet dichterbij komen met mijn sneeuwkat. Hulp is onderweg. Rubble, we hebben jou en je hoverboard nodig om Travis te redden. Rubble is aan de rol. Zo goed als nieuw. Bedankt, Rocky. Sorry, Travis, maar ik heb met de kaart het gat geplakt. Geeft niks. Dan vertrouw ik gewoon op mijn sterke ontdekkingsinstinct om de weg te vinden. Waarheen ik ook ga, daar zal ik zijn. Bedankt voor alles, Paw Patrol. Hoi, Danny. Wat is er? Oh, hoi, Alex. Waar is Danny? Hij hangt aan een reclamebord. Moet je zien? Wow. Het komt allemaal door dat de kaartjes van burgemeester Handlinger overal verkiezingsdingen heeft. Stem op mij! We komen eraan, Alex. Geen bord is te hoog, geen pup is te klein. Ladder! Zet je voet op de ladder. Niets aan de hand. Gaat het, Danny? Extreem goed zelfs. Burgemeester Handlinger, u kunt niet zomaar spullen rondschieten. U moet stoppen. Ha! Ik stop pas als ik heb gewonnen. Sky, kom met je helikopter en rij.
red burgemeester Handinger. Deze weg gaat vliegen! Ryder, er zijn te veel ballonnen. Zeg tegen de burgemeester dat hij zijn kanonnen omhoog moet richten op de ballonnen. Burgemeester Handinger, richt uw kanon omhoog op de ballonnen! Meneer? Alex en meneer Porter zitten vast in een doolhof diep in de jungle. Gelukkig heeft Alex een kaart getekend die Mandy naar ons heeft gebracht. Tracker, jij moet met je jeep en je supergehoor naar ze op zoek gaan. En Chase, jij kunt met je drone de dichte jungle doorzoeken. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Ik geloof dat de olifant iets hoort. Motoren, het is de Paw Patrol! Help! Het moet dus iets harder. Misschien kan het olifantje helpen. Listen up, luister. Dat is vreemd. Ik hoor één baby-olifant en twee andere stemmen die doen alsof ze een olifant zijn. We moeten gaan kijken. Ja, dit is het dolf. Ik hoor Alex. Te gek. Erop af. Opa, dat is de droom van Chase. Gered. We zijn gered. Ik zie ze. Paw Patrol, we zijn hier. Tracker, kun jij Alex een lift geven? Kabels. Rubble, kom met je wagen naar het dorp. Rubble is aan de rol. Zal ik even wat wegslepen? Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, Bubs. De kaarten van meneer Porter vormen een wervelwind. Oh. En deze tortaarto gooit taarten door de hele stad. Chase, jij zorgt met je megafoon dat mensen uit de buurt blijven van de tortaarto. En Rocky, alles dat stuk is gegaan, moet jij repareren. En Marshall, jij moet met je waterkanon alles schoon spuiten dat onder de taarten zit. Paw Patrol is niets te doen. Piepend schoon. Mooi hè, Kelly? Katie, je moet snel naar binnen. Oh nee, wat een bende. Ryder. De tortaarto heeft Katie's winkel overhoop gehaald en haar bord is kapot. We komen eraan. Marshall, breng Rocky op het dak. Louder. Grijper. Toch geen taart op mij? Ryder, ik kan de tortaarto vanaf hier zien. Kom mee, Pups. Zolang er hete taarten in de tornado zitten, blijft hij doorrazen. Sky, Rubble, ik heb jullie nodig. We gaan de lucht in. Rubble is aan de rol. Sky, til Rubble op de kaak. Til hem nu boven de tortaarto en laat hem langzaam zakken. Zodra je binnen bent, kun je alle taarten eruit slaan. Shovel! Woehoe! Bam! Home run! Ja! Ja! Inktvisstukjes taart. Heel erg bedankt weer, Paw Patrol.
Pas op, neefje. Deze lens is schoon en schitterend. Dus laten we dat zo houden. Huh? Naturellement. Met deze mooie, glanzende lens wordt je vuurtorenlicht weer glashelder. Ah! En hij maakt ook grappige, gekke gezichten als je er doorheen kijkt. Laten we maar inladen. En dan nu op naar het eiland. Vite, vite. Snel. Dat ga ik dus niet doen. Ik rijd super zacht en traag, zodat de lens blijft staan. Wauw, kijk, die boomstam staat in brand. Ik kan maar beter even remmen. Oh, mijn remhendel zit vast. Nu kan ik niet stoppen. Ik heb hulp nodig. Oké, we gaan dat brand uitblussen, maar we moeten eerst die trein zien te stoppen. Goed plan, Marshall. Rubble, pak de trein met de zijtang. Dan trappen we hard op onze rem. Ik heb nog nooit een trein gevangen. Gaat! En nu remmen! Nu kunnen we gaan blussen. Woe! Waterkanonwagen! Goeie actie, Paw Patrol! Geen probleem! Graag gedaan! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer! Goed dat jullie er zijn, pups. Iemand heeft alle honing van Yumi gestolen en haar bijenkast. Een hele kast? Wat bijlachelijk! De honingdief heeft ook het hek gebroken en nu rennen alle dieren los in het veld. Dus voor deze missie wil ik Spion Chase. Jij moet met je nachtkijker en drone op zoek naar de honing en de kast. En Rocky, jij moet het hek repareren terwijl wij de dieren verzamelen. Paw Patrol is niets te dol! Rocky, als jij het hek maakt, kan Chase de dieren vangen. Gelukkig heb ik nog wat planken. Megafoon! Kom hier! Hier, Berry, Berry, Berry! En hier, koetje, koetje, koetje! Goed gedaan, pups. Nu gaan we op zoek naar de honing in de kast. De bijen hebben mijn god overgenomen. De bijen willen die bloem op de hoed van burgemeester Handinger. Ze willen de nectar. Daar maak je de bijen honing van. Ik weet al iemand. Hoi, Ryder. Wat is er? Sky, je moet een aantal bijen uit de grot van burgemeester Handinger lokken. Oké, we gaan de lucht in. Oh, bijtjes. Ik heb een lekkere bloem van nectar voor jullie. En breng ze nu maar terug naar boerin Yumi. Ga ik doen. De bijen gaan de kast in om meer honing te maken. Lekker. Bedankt voor het vinden van mijn honing, mijn bijenkast en mijn bijen. En wanneer je ons nodig hebt, bzz, dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed dat jullie er zijn. Burgemeester Goodway, Chicoletta, de Turbots en Danny. De deurval Danny X. Zitten hoog in de bergen, diep in de problemen. Sky, jij moet de ultieme kopter besturen. En jij stuurt de pups op deze missie aan. Ja, deze ultieme pup gaat vliegen. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Gebruik je grijper om Danny te bevrijden. Rubble, parachuteer naar de Turbots en wacht daar op de kabel. Ah! Toffe parachute! Grijper! Ja! Hoi jongens! En op naar de ultieme kopter! Woehoe! Dit is zo extreem! Oh, oh nee, mijn boot gaat vallen. Sky, de boot van burgemeester Goodway beweegt. Marshall, Zoop, jullie moeten de burgemeester op het platform tillen. Oh, ik glij weg. Boy.
wat een mooie foto's. En wat een geweldig uitzicht. Dankzij Sky en de pups. Als je omlaag valt terwijl je omhoog wil, blaf dan om hulp. Woef! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Volgens Carlos en Tracker jaagt een vreemde geur alle dieren uit hun huis. Eeuw. En tijdens het wegrennen heeft een aapje zich pijn gedaan. Marshall, jij moet met je eerste hulpset het aapje verzorgen. En Sky, jij moet met je helikopter op zoek gaan naar de bron van deze vreemde stank. Paw Patrol is niets te dol. Wij zijn bij Carlos en Tracker. Ryder, Marshall, wat fijn dat jullie er zijn. Marshall, inspecteer zijn been. Röntgenstraal. Ik denk dat het wel goed komt, klein aapje. Ik doe er een verband om. Eeuw. Jak. Sky, weet jij al meer over de mysterieuze stank? Ik ben boven het moeras en er komen allemaal groene bubbels omhoog uit het water. Heel erg stinkende bubbels. Goed werk, Sky. Marshall, goed gedaan. Wij gaan nu naar het moeras. De bubbels zijn moerasgas. Soms rotten oude planten en bomen in het moeraswater. En dat zorgt voor een stinkend gas dat zulke bubbels maakt. Sky, met de wind van jouw helikopter kun je de bubbels uit het moeras blazen. Goed idee, Ryder. De bubbels zijn allemaal weg. Het ruikt nu direct al beter. Chase, Marshall, het is veilig. De dieren kunnen weer terug naar het moeras. Komt goed, Ryder. Dan begint nu de fotosafari. Ik heb al wat vriendjes bij me die graag met ons op de foto willen. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn. Olivia de struisvogel is in nood. Alles komt goed met haar, want wij gaan haar helpen. Rubble, jij moet met je kraan de rots verplaatsen en Olivia bevrijden. Sky, jij kunt Olivia met je harnas uit de kloof tillen. Paw Patrol is niets te dol. Ryder, geen minuut te vroeg. Het komt wel goed, Oscar. Wij redden Olivia. Kraan! Hebbes, til me op. Oké, Sky, pak je harnas. Volgens mij vindt Olivia dit niet zo leuk. Ik zet haar maar snel weer neer. Dan moeten we een andere manier bedenken om haar terug te brengen. Arme Olivia, haar voet doet pijn. Ze kan duidelijk niet teruglopen. Maar ik weet wat. Robbehond, meld je. Je moet de Paw Patroller brengen, zodat we Olivia terug kunnen rijden. Daar is de Paw Patroller, Olivia. Robbehond kan je terugbrengen. We brengen Olivia naar binnen. Weg, weg! Wow! Ryder! Robbehond, gebruik je jet om ze in te halen en haal ze terug. Fijn dat jullie onze struisvogelfamilie hebben gered. Geen probleem. Als je vogel er vandoor gaat, blaf dan hem hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Wij hebben een enorme dino-missie. De vulkaan is aan het borrelen en roken. Dat betekent dat er elk moment hete lava uit kan barsten. Dat klinkt gevaarlijk. De dinosaurussen staan te eten in een graasgebied aan de voet van die vulkaan. Het is aan ons om ze in veiligheid te brengen. Kom op! Doen we gas goed! Oké, Paw Patrol is niets te doel! Bril, 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 bril! Tijd om te gaan! De vulkaan gaat uitbarsten! Heel goed! Volg mij maar! Het begint al! Rubble? Graaf een gleuf, zodat de lava van hier naar de kloof kan stromen. Een gleuf komt eraan. We zijn er bijna. We hoeven alleen nog maar over die brug heen. Oh nee,
hoe komen we nu aan de overkant? Rocky, Zuma, pak de gevallen bomen en stapel ze over het gat, zodat de dino's veilig over kunnen steken. Mooi werk, Bud. We brengen de dino's naar de overkant. Rebel, we moeten hier wegwezen. De gleuf is klaar. We gaan. Is het gelukt? Doe je ogen maar open. Het is gelukt. Het is weer lekker rustig hier. Hij zegt bedankt. Boel, graag gedaan. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Fijn, pups. We moeten een baby stegosaurus uit een kuil redden. Voor deze missie wil ik... Rocky. Jij moet met de grijpers op je wagen één van de bomen verplaatsen. En ik wil ook Rex. Rex, ik wil dat jij met je dino-klauw de andere boom weghaalt. We dino doen dit! En Sky. Als de bomen weg zijn, pak jij een vliegtuig om de baby stegosaurus uit de kuil te tillen. We gaan de lucht in! Oké, Paw Patrol is niets te dol! We zijn bijna bij de kleine stegosaurus, jongens. Nog maar een klein stukje. We zijn hier! Ik ben blij dat jullie er zijn, Paw Patrol. De stegosaurus zit super vast. Bril, 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 bril. Dat is stegosaurus voor. Hou je taai, maatje. We komen je redden. Oké, Rocky, Rex, pak die bomen. Doen we. Dino Klauw. Eén, twee, drie, trekken. Fantastische boomsleep, pups. Oké, Sky. Tijd om hem hieruit te tillen. Harnas! Brul, 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 brul. Je kent het. Stap maar in de gordel. Heel goed. Brul, brul. En hij zit. Goed werk, Rex. Sky, til hem op. Ben al bezig. Nu heb ik alleen nog een plek nodig om hem neer te zetten. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? De Turbots zijn in dino-gevaar, pups. Ze zitten vast op een wilde Triceratops. Dat is een wild, wild ritje. Dus voor deze missie wil ik... Sky. We gaan de lucht in! En Rex. We dino doen dit! Oké, Paw Patrol is niets te dol. Oh, vlieg op, vliegende vlegel! Chase, we hebben een afleiding nodig. Ruff, Pepper. Sky, dit is je kans. Pak één voor één het harnas. Hier, jij mag eerst. Dank je. Dat was één. Nog één te gaan. We zitten al. Stop het, dinosaurus. Ik zit het aan mijn oksels in de deel. Robohond, werp de grijpers van de Dino Patroller in de kuil. Rex, hou jij de Triceratops kalm? Komt goed. Bril, bril. Rustig, rustig. We helpen je. Doe je gordel om, maatje. Haal hem omhoog. Goed gedaan. Dan redden we nu François. Ja, merci, Rex. Robohond, til ze er maar uit. Bedankt voor de redding uit de prehistorische Penari, Paw Patrol. Graag gedaan. Als je op een loslopende triceratop zit, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Burgemeester Goodway zit vast in cement en er rolt een hamster rond genaamd Burgemeester Goodwhiskers. Een hamstermeester? Oh.
principe moeten de hamster en de mensenburgemeester redden voordat het te laat is. Dus voor deze missie wil ik... Rubble. Rubble is aan de rol. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Oh, Paw Patrol, gelukkig. Kunnen jullie me loskrijgen? Geen zorgen, burgemeester. Rubble lost dit wel op. Sloophamer. Dank je, Rubble. Maar wat doen we met... burgemeester Goedwiskers? Chase en ik vinden haar wel. Weet je waar ze heen is gerold? Ze ging die kant op. Oh nee, ze rolt naar het water. Ik red haar. Huh? Ik zie haar niet. Kijk, een babywalvis. Burgemeester Goedwiskers zit op de walvis. Zuma, kom snel met je sub voor een hamstermissie. Ik duik in. Ik ben een rider, recht onder de walvisbuik. Mooi, wacht op mijn teken. Let op, Zuma. Nu. Oké, gast, het is kieteltijd. Pap, grijper. Kiele, kiele, kiele. Oh, daar komt ze. Vang haar, Rubble. Ik heb haar. Oh, ik heb haar. Ik heb haar. Goed gevangen. Oh, bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan, burgemeester. Wanneer je klasdier vermist wordt, beloof dan om hulp. Klaar voor actie, Rider, meneer. Fijn dat jullie er zijn, pups. Drie van onze vogels worden vermist. Ah! Daarom wil ik voor deze missie... Sky. Jij moet met je helikopter in de lucht op zoek gaan naar meer naar de Treurmina. Zij is de enige die kan vliegen. We gaan de lucht in. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Rider, ik zie de vermiste vogels, maar ze vliegen weg. Alle drie, Sky? Want kippen en struisvogels vliegen niet. Wel als ze in een luchtballon zitten. Oh-oh. Volg die ballon. Sky, probeer de ballon met je helikopter omlaag te drukken. Hou vol, vogeltjes. Vang de struisvogel om 12 uur naar boven. Chase, vang hem met je net. Ruff, net. Gedaan, Chase. Dank je. Maar nu is Chicoletta helemaal alleen daarboven. Travis, we moeten je hoog genoeg krijgen zodat je bij het touw kan komen. Marshall, kom zo snel mogelijk hierheen met je brandweerwagen. Oké, ik ga vlammen. Ik ben een rider. Top, pak je ladder. Woep, ladder. Oké, Travis, je weet wat je moet doen. En ik heb hem. Wees niet bang, angstige passagier. Ik, toerende Travis, zal deze ballon veilig en deskundig naar de uitkijk manoeuvreren. Dankjewel, Ryder en de Paw Patrol, voor het redden van mijn lieve Kippie Poe. Wanneer je vogels wegvliegen, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed jullie te zien, pups. De bal van burgemeester Handlinger botst tegen allemaal dingen aan en verpest zo het meloenfestival. Dus voor deze missie wil ik... Chase. Jij moet de bal vangen met je net, zodat hij nergens meer tegenaan kan botsen. En Rocky? Jij moet met je gereedschap alles maken dat al kapot is. Oké, Paw Patrol is niet te dol. Snel, Chase, je net. Gelukt! Ja! Oh, waag het niet, jij. Blijf uit de buurt van mijn echte meloen. Hou vol, burgemeester Goodway. Wij gaan u redden. En ik weet welke pup dat kan doen. Ik ben hier zo. Ik bedoel dus hier. Ah, net gemist. Die bal stuit het als een malle. Als we hem kunnen stoppen, kan Sky de burgemeester redden. Oh, wacht eens. Rocky, je moet eerst je recyclewagen halen.
We hebben die oude trampoline nodig. Hebbes, we gaan hem voor iets anders gebruiken. Maar nu is het de grootste basketbalring. Niet zo groot dat de nepmeloen er helemaal doorheen gaat, maar groot genoeg om te vangen. Kom mee. Dit moet goed zijn. En net op tijd. Chase, pak je werper. Nu, Sky. Oh, bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan. Als je niet lekker stuitert, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed jullie te zien, pups. Een babyolifant en zijn vader zijn geschrokken van een hard geluid in de jungle. Wij moeten de baby snel uit de drijfstand halen voordat hij nog dieper zinkt. Dus voor deze missie wil ik Rubble. Rubble is aan de rol. En Rocky. Groen is gaan. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Rustig maar, jongen. De Paw Patrol is onderweg. Eén stenen brug komt eraan. Wow, dat is best diep drijfzand. Zou dit werken? Goed idee, Rocky. Als steen niet werkt, maken we een brug van hout. Wow. Rol de haak op, Chase. Ruff, haak, rol op. Baby is groot. We moeten de wagen verzwaren. Bedankt, heel grote vriend. Rubble, leg die stam onder hem. Ik maak je los. Kijk goed waar je loopt. Goed gedaan, jongens. Graag gedaan, papa olifant. Niet vergeten, wanneer je een eng geluid hoort, blaf dan om hulp. Hallo, avonturenbaaireizers en nieuwkomer. Wie is dat dan? Volgens mij heb ik hem nog nooit gezien. Ik ben Humkid, het grootste stoere kind van de stad. Deze race is zonder motoren of raketten of iets dergelijks. Op uw plaatsen. Sta klaar. Start! Start, raket! Ik ga supersnel! Ze gaan veel te snel. Oepsie! Misschien moeten we Alex en Humkid helpen. Geen zeepkistracer is te snel, geen pup is te klein. We zijn er al, Alex. Zuma kan je met de bumpers weer terug op de racebaan duwen. Woehoe! Bedankt, Paw Patrol. Doei! Mooi werk, Zuma. Ik ga kijken hoe het gaat met Chase en Humkid. Ik ben er om je te redden. Wat? Ik ga winnen! Hey, waar ga ik nou heen? Dat is burgemeester Hamdinger op een raket. Waarom is er nou niemand die mij kan komen redden? Ik kan je pakken, maar raak niet in paniek. Jij hebt makkelijk praten, maar ik zit hier op een op hol geslagen raket. Yes! Het is maar goed dat ik niet in paniek ben geraakt. Avonturen bij Zeepkistenrace kampioen! Bedankt, burgemeester Goodway, maar het was niet gelukt zonder de Paw Patrol. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer! Tracker volgde een geluid vanuit de jungle en is toen verdwenen. We moeten Tracker opsporen? Dat klopt. Dus voor deze missie wil ik Chase. Chase zit er bovenop. En Sky. Deze pup gaat vliegen! Oké, Paw Patrol is niets te dol. Dit lijkt me een goed moment om je drone te gaan gebruiken. Ruff,
apen met reuzenvoeten? Grote hagen. Misschien heeft hij Tracker gezien. Sky, kijk of je die aap ziet vanuit je helikopter. Wacht! Ryder, ik zie ze! Grote Harige gaat er vandoor met Tracker! Oké, kan je dichterbij komen met je drone? Harnas! Thank you, Sky! Wat is er met Grote Harige? Ik geloof dat ik hem met iets moest gaan helpen. Er is iemand in nood! Die kant op! Oh, er is nog een grote aap. Die zit vast in die put bij de ruïne. Daarom had Grote Harige je meegenomen. Je moest helpen om Kleine Harige te redden. Geen zorgen, my friend. We krijgen je hier heus wel uit. Wacht maar. Rocky, breng wat gebruikte planken van Carlos zijn boomhut. Weggooien? Tuurlijk niet. Klaar. Ja, laat hem maar zakken. Beetje te zwaar. Wanneer je ons nodig hebt, dan... Jan, help! Megapups, klaar voor mega-actie, Ryder, meneer? Fijn dat jullie er zijn, Megapups. Blijkbaar hebben de katjes van burgemeester Handlinger superkrachten. Oh. Ze zorgen voor overlast in heel Avonturenbaai. Alleen jullie als Megapups met superkrachten kunnen ze tegenhouden. Mega Chase, jij moet met je supersnelheid en je supersnelle auto dat katje inhalen. En de tonijn van meneer Porter pak je terug met je energienet. Mega Sky, jij brengt met je wervelwindtuig de vis van kapitein Turbel terug. En Mega Rubble, jij moet met je superkracht en megawagen de platvis terug in het water duwen. Megapups is niets te doen. Hey Katje, geef die tonijn terug. Je bent even snel als ik, maar dit heb je dan weer niet. Oh, onze gestrande boot geeft geen greintje mee, Wally. Wacht maar, kapitein Turbot. Ik duw je zo het water in. Wow! Dat was machtig mooi gemikt, Mega Rubble. Zie je de vis van kapitein Turbot al, Sky? Nog niet, Ryder. Maar ik heb wel de koeien van Boer Uil gevonden. Ze zijn bij het kruispunt. Rubble, rij naar het kruispunt en pak dat superkatje. Doe ik. Zet die koeien onmiddellijk terug op de grond. In dat geval zet ik mijn megabootjes op de grond. Ryder, ik heb de vis van kapitein Turbot in zicht. Ik ga ervoor. Gelukt! Mooi. Als jij de vis terugbrengt naar de platvis, dan doen wij de koeien en de tonijn. Goed werk, megapups. Megapups, klaar voor mega-actie, Ryder, meneer? Fijn dat jullie er zo snel zijn, Pups. We hebben een nieuwe slechterik in de stad. We weten niet wie het is, maar we weten wel dat hij superkrachten heeft. Wow, wie het ook is, hij is supersnel. En supersterk. Daarom wil ik voor deze missie... Mega-Rubble. Jij moet met je mega-spierkracht de rails recht trekken. En Mega-Rocky. Jij moet met je krachtgereedschap het spoor weer snel repareren. Oké, Megapups is niets te doen. Wat heeft die superbondiet met de rails gedaan? Niets wat ik niet kan terugdraaien. Haley Daly is aanwezig en houdt je bezig met live verslag vanaf het avonturenbaai treinspoor. Die trein is dichterbij dan ik dacht. Rocky, zet het spoor in elkaar zo snel als je maar kan. Rubble, wij waarschuwen de machinist. Doen we! Stop de trein! Het spoor is kapot! Oh nee, ik hoop dat ik het kan stoppen. Het spoor is gemaakt. Laat maar los, Rubble.
start, Megapups! U zag het bij Haley Daily. De Megapups hebben de trein gered. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, pups. Burgemeester Handlinger heeft een speciale vuilniswagen. De troepdinger. En nu zit er een zeemeeuw in die op de omkeerknop heeft gedrukt. En nu gooit de wagen vuilnis door de hele stad. Dus voor deze missie wil ik... Ska! We gaan de lucht in! En Rocky. Groen is gaan. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Zelfs hier liggen nog een heleboel afvalblokken. Het komt wel goed. Met dit. Wat een mooie truck, Ryder. Kijk dit maar. Wow, dat is nog eens upcyclen. We verzamelen en veranderen. Ik zie de troepdinger. Waar is hij? Net buiten de stad en op weg naar een brug. En hij gaat open. De brug is al open. Maar hoe komen we bij de wagen? Al die troepblokken blokkeren de weg. Upcyclen is altijd een oplossing. Dit plan bevalt me wel, Rocky. En we zijn klaar. Nu pak ik die wagen. Hebbes! Woe! Fantastisch gedaan, Rocky. Oh, bedankt voor al jullie hulp, Paw Patrol. Graag gedaan, hoor. Als je wordt bekogeld door een troepdinger, we laf dat hem heel. Hey, Marshall. Wie zijn je nieuwe pupvriendjes? Een tweelingrider. Echt superleuk. Ik ben Ella. Ik ben Tak. En wij zoeken de vogelvrouw. De vogelvrouw? Oh, help! Ik ben de meest super slechterik die deze stad ooit heeft gezien. Hoi, burgemeester Goodway. Een vreemde vogeldame heeft onze schone auto opgetild en toen botste ze tegen onze mooie brug aan. De vogelvrouw. Ik ben bang dat die omvalt. We komen, burgemeester Goodway. Megapups is niets te doof. Oh, kijk, Chicoletta. Mega Sky komt ons al redden. Ryder, burgemeester Goodway en Chicoletta zitten vast in het nest van vogelvrouw. We moeten iets anders bedenken, maar alle megapups zijn bezig. Ik weet welke pups ons kunnen helpen. Wij? Tijd voor iets groots! Wow! Goed werk, Mega Ella. Rubble, jij brengt Tak naar burgemeester Goodway. Komt in orde, Ryder. Deze lasers zijn een groot probleem. Ik ga er tussendoor. Het is al gelukt! Ik ga naar binnen. Wauw, dit is een superredding. Bedankt, Megapups. Nogmaals bedankt, Ryder en Megapups. Jullie hebben mij, Chicoletta en Avonturenbaai gered van de vogelvrouw. Geen probleem. Zonder de megatweeling was het ons niet gelukt. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. De Gromgromclub heeft de burgemeester uit zijn grot gegooid. En boven op een klif? Dat klopt, Rocky. Dus voor deze missie selecteer ik... Marshall. Ik ga vlammen! Motostijl. En Rubble. Rubble is aan de motorrol. Oké, Paw Patrol is niets te dol. We zijn er, burgemeester Handlinger. Marshall, help hem omlaag. Rubble, haal die steen weg. Gewoon kalm blijven, burgemeester. Dan bent u zo weer beneden. Oh, wat hebben ze gedaan? En ze hebben mijn katjes. We halen de katjes terug. Wildcat, kom snel naar Boerengat. Hey! Ik ben klaar voor een wilde rit. Jongen, hij is wel echt snel. Jap, rollen maar.
Jullie zijn erbij. Zo is het wel weer genoeg geweest. Waar zijn de katjes? Daar beneden. Geen zorgen. Chase, Rocky. Chase zit er bovenop. Groen is gaan. Ik ben er, Ryder. Ruff, zipline. Ik kan dit niet aanzien. Ontkoppel! Rocky, je krijgt een pakketje. Tennis! Yes! Wanneer uw katjes vermist zijn, blaf daarom hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, jongens. Ik weet niet waarom, maar blijkbaar rijdt burgemeester Goodway hard door de stad met de Gromgrom Club. Chicoletta! Dat klinkt gevaarlijk. Dus voor deze missie selecteer ik Sky. Jij moet met je nieuwe motorvliegtuig op zoek naor burgemeester Goodway. Deze motopup gaat rijden en vliegen! Oké, Paw Patrol is niet de doel. Dus, mag ik nu bij jullie clubje? Als je echt bij onze club wil horen, moet je door de bol van staal. Dus, Batway, ga in de bal en laat zien hoe stoer je bent. Goed. Chicoletta, ben je klaar voor de rit? Ryder, de burgemeester zit op haar motor in een enorme stalen bal. Ik heb alle pootjes aan boord nodig om die bol tegen te houden. We komen eraan, Ryder. Rubble, gebruik je schep om een heuvel op te werpen. Rubble is aan de motorrol. Alles oké, burgemeester Goodway? Ja hoor, Chicoletta was een beetje duizelig. Ryder, ik kan jou, de motopups en Wildcat niet genoeg bedanken dat jullie mij hebben gered van die hoge brug. Geen probleem, burgemeester. Wanneer je in de knel zit met de Gromgrom Club, belaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. De Gromgrom Club zit vast op Slinger tot Mesa met de tourbus van de burgemeester. En dus zijn de burgemeester en de toeristen gestrand. Help! Dus voor deze missie selecteer ik Wildcat. Fantastisch! Ik ben klaar voor een wilde rit. En Rubble. Rubble is aan de motorrol. Oké, Paw Patrol is niet te dol. Ryder, ik ben zo blij dat je er bent. We komen helpen, burgemeester. Rubble, maak de weg vast vrij. Komt goed, Ryder. Miauw, superspeed boosters. Miauw, bolwerper. Oeh, een loopkoord. Ik heb altijd al over een koord willen lopen. Ik heb geen schijnheilige pups nodig die me redden en al helemaal geen kat. Hubcap, het is veiliger als... De Gromgrom Club doet niet aan veilig. Wildcat, we moeten die bus onder controle krijgen. Rubble doet zijn best om de weg op tijd vrij te krijgen. Ontkoppel, grijpklauwen. Weer een motor minder. Yeah! Hou je vast. Schiet op, Rubble. Ik ga iets anders proberen. Een schans. Rubble heeft een schans gemaakt. Wow. Woehoe. Ryder, Wildcat, Motopups, bedankt dat jullie ons gered hebben. Wanneer je bus wordt gekaapt door motorrijders, we laughed them om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer.
Chase-stijl. De wingnutten hebben Oscar als vermist opgegeven. Arme Oscar. En we moeten een vreemd voertuig vol met troep vinden waar boerin Jommie voor waarschuwde. Daarom is dit een ultieme reddingsactie. Chase zit bovenop deze ultieme reddingsmissie. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Chase, is dat niet een troepwagen? Raf, klap uit! Dat moet vast een mysterieuze kar zijn waar Jommie het over had. Sky, kijk of je kunt zien wie dat ding aan het besturen is. Ga ik doen, ik vlieg er naartoe. Het lijkt wel alsof er een struisvogel achter het stuur zit. Dat moet Oscar zijn. De familie Wingnut zal wel blij zijn. Maar we moeten nog steeds die kar tegenhouden en Oscar eruit halen voordat hij ergens tegenaan botst. Goed punt, Ryder. Sky, waar rijdt Oscar nu heen? Hij rijdt richting de stad. Als dat troepmonster zo doorgaat, rijdt hij straks de baai in met Oscar er nog in. Zuma, pak je straatsurfer om Oscar te stoppen. Oef, straatsurfer! Oef, spijkerlint! Goed gedaan, Zuma! Hij is veilig. Bedankt dat jullie onze jongen hebben gered, hoor. Wanneer je struisvogel wegrijdt, belaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? De Gromgromclub heeft een mini-donutmaker van meneer Porter. Die moeten we weer terughalen. Dus voor deze missie selecteer ik... Sky. Deze motopup gaat rijden en vliegen! En Rocky. Groen is gaan, moto gaan! Oké, Paw Patrol is niets te dol. Oeh, klinkt alsof het werkt. Hé, hey, daar zijn ze, Ryder. En daar is de mini-donutmaakmachine. Nu maakt hij mega-donuts. Oei, dat is een grote donut. En hij rolt naar de Gromgromclub. Wow, snel naar de schuilplek. Hey jongens, zijn jullie oké? Okay? Het kan wel slechter. Zie je? We moeten hem uitzetten, snel. Maar hoe? De enige opening is dat kleine donutgat. Er is een heftige sprong nodig om daar te komen. Zijn je nou heftige sprong of fantastische sprong? Miauw! Rocky, de schans! Ik ga naar binnen! Het is hem gelukt! Nee. Maar we zitten nog steeds vast en we kunnen er niet uit. Wees daar maar niet zo zeker van. Ja, we eten onszelf eruit. Oké, meneer Porter. Uw mini-donutmaker is weer klaar om te bakken. Woehoe! Meneer Porter, wanneer je een hulprondje nodig hebt, blaf dan om hulp. Mini-patrol, er komt slecht weer aan en dat verpest onze tekening. Onze missie is zorgen dat hij droog blijft. Mini-patrol is niets te dol. Oké, blijf staan en let op de tekening. Wow! Oh nee, de wind blaast de mini-patrol weg. Oh nee! Stop! Oh no, ik ben snel de Paw Patrol. Wat goed dat jullie er zijn. Marshall? Laat hem gewoon! Ik denk niet dat Kelly het nog lang kan volhouden. Chase, werk je net. Net! Goed gemikt. Julia, Julius, doe hun parapluutjes af, zodat ze niet nog een keer wegwaaien.
Hoor ik die struik nou kakelen? Dat was de struik niet. Het is Chicoletta! Mooi! Heel goed, jongens. Alex, tijd om naar binnen te gaan. Oh, iedereen is veilig. Maar de regen gaat wel alles wegspoelen. Het was een goed idee om het te bedekken met een mini-patrol, Alex. Het is nog steeds een goed idee. Kunstwerk is gered. Als de regen je perfecte dag lijkt te verpesten, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, pups. Danny en Ace beklimmen de El Grande, maar kwamen te dicht bij een arend. Nu houdt de arend ze vast op de berg. Dus voor deze missie wil ik... Sky, jij kunt met je helikopter de arend afleiden, zodat die Ace en Danny met rust laat. We gaan de lucht in! En Spion Chase, jij kunt met je zipline Ace en Danny van de bergwand afhalen. Spion Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te doel. Arend heeft nog steeds mijn selfie stick. Ryder, wat ben ik extreem blij om jou te zien. Deze arend laat ons niet met rust. Sky, zorg dat die arend weggaat. Ga ik doen, Ryder. Al is dat wel een grote vogel met enorme klauwen en een scherpe snavel. Kom hier dan, vogeltje. Kom maar, volg mij. Ik zie het al, je wil spelen. Je bent eigenlijk helemaal niet zo eng. Je wil gewoon lol trappen. Goeie move. We halen jullie weg voordat de arend terugkomt. Chase, pak je zipline. Doe ik. Ruff, zipline. Kom maar aan. Vooruit, Danny. Nu is het jouw beurt. Gelukkig, je bent veilig. Echt wel. Bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan. Mijn selfie-stick. Bedankt, vogel. Zullen we nog een stukje klimmen? Echt wel. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon.